Hallo allemaal, ik ben Anna Wester en ik ben van ZKA Vrij. Ik zal eerst kort iets vertellen over ZKA Vrij. We zijn een team van jonge, maar best wel ervaren adviseurs inmiddels. En wij helpen ondernemers uit de verblijfsrecreatieve sector om hun bedrijf te vernieuwen en toekomstbestendiger te maken. We zijn net een beetje anders dan andere adviesbureaus, omdat wij allemaal zijn opgegroeid of we hebben best wel lang gewerkt op campings, vakantieparken en hotels. Nou, vandaag wil ik het met jullie hebben in deze video over een onderwerp waarvan wij denken dat er best nog wel wat winst te behalen valt in de sector. Namelijk up- en cross-selling. Nou, deze woorden hebben we geleend uit het Engels en in het Nederlands betekenen ze eigenlijk zoiets als bijverkopen of extra verkopen. De core business van verblijfsrecreatie is natuurlijk het verkopen of verhuren van slaapplaatsen. Maar naast dat denken we dat er eigenlijk nog best wel veel andere dingen op jullie bedrijf te verhuren of te verkopen zijn. Nou, wat dat allemaal is en hoe dat allemaal werkt, dat gaan we in deze video bespreken. Als eerste ga ik het hebben over wat up- en cross-selling, wat is het nou eigenlijk precies? Daarna over een aantal voorbeelden uit de sector. Wanneer en hoe je dat dan het beste kan inzetten, komt vervolgens aan bod. En tot slot een aantal tips voor als jullie zelf aan de slag willen gaan. Nou, het zijn eigenlijk allebei verkooptechnieken. En het doel van die technieken is om meer omzet uit je gasten te behalen. Je wil dat zij een betere of nog luxere vakantie hebben. En omgekeerd krijg jij daardoor meer omzet uit je gasten. Nou, er zit net een beetje verschil tussen beide begrippen. Bij cross-selling probeer je naast het aanbieden van een accommodatie ook bijvoorbeeld fietsen of een borrelbox aan te bieden. Dus andere bijproducten. Bij upselling ga je juist luxere of duurdere producten aan gasten verkopen. Een voorbeeld is dat iemand belt om een plek te reserveren zonder stroom, een kampeerplek. En die eindigt uiteindelijk met een plek met stroom. Of een hotelkamer zonder ontbijt wordt een luxere hotelkamer met ontbijt. Dat is nog een belangrijk kenmerk van up- en cross-selling. Namelijk dat je de basisprijs laag houdt. Als je de basisprijs laag houdt, dan blijf je competitief ten opzichte, qua prijs competitief ten opzichte van jouw concurrenten. Als je allemaal extra's, zoals bijvoorbeeld fietsen of een borrelbox als standaard, bij de accommodatie verhuurt, dan word je een stuk duurder, want je moet het weer doorberekenen in de kamerprijs ten opzichte van je concurrenten. Misschien willen heel veel mensen helemaal niet een fiets of een borrelbox. En zullen ze voor een ander, goedkoper alternatief gaan kiezen. Dus het idee van up- en cross-selling is dat je de gast de optie geeft om extra opties, extra producten en diensten toe te voegen aan hun boeking. Belangrijke voorwaarde is wel dat het basisproduct natuurlijk onderscheidend is en op orde is. Het mag niet zo zijn dat iemand bij aankomst of aan het einde van de boeking nog allemaal dingen moet gaan toevoegen om een goed basisproduct te hebben. Dus zorg dat dat staat en vanuit daar kan je extra dingen gaan toevoegen. Nou, het mooie aan de toeristische sector is dat je heel veel extra diensten en producten kan toevoegen. Het mooie aan toeristisch product eigenlijk. Er zijn heel veel upgrades mogelijk. Nou, je kan je daarmee ook onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. Ik heb een aantal voorbeelden hier van dingen die je zou kunnen doen. Er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden. Maar één daarvan is dat je bijvoorbeeld annuleringsverzekering gaat aanbieden aan mensen. Of een gids, een lokale gids die gaat met mensen of van jouw park een excursie doen. Als iemand jarig is, kan je misschien de kamer versieren. Of je gaat late check-outs en vroege check-ins aanbieden. Wat ook kan is allerlei vervoersmiddelen aanbieden, zoals bootjes, fietsen, skelters. En een ontbijtdeal zou je ook nog kunnen doen hè, met een lokale ondernemer of met iemand bij jou uit de buurt. Dat mensen tegen een gereduceerd tarief daar kunnen ontbijten. Wat ook kan is dat je tegen een gereduceerd tarief kaartjes aan gaat bieden voor een dagattractie bij jou in de buurt. En dan laat je ook gelijk zien dat je samenwerkt met de omgeving. Nou, maar wanneer en waar kun je dan het beste deze bijverkopen inzetten? Dat kan bij het boeken, dus voor het verblijf, bijvoorbeeld online of als mensen dus aan het boeken zijn. Je kan dit doen bij aankomst, maar ook nog heel goed tijdens het verblijf. Nou, voor het verblijf is eigenlijk online bijverkopen het allergemakkelijkst. Het is namelijk te automatiseren en te segmenteren, waardoor iedereen de mogelijkheid krijgt om extra producten en diensten bij te boeken.
Op basis van segmentatie is het zelfs mogelijk om bepaalde producten bij bepaalde doelgroepen extra naar voren te laten komen. Zo kan je bijvoorbeeld als mensen invullen dat ze met twee kleine kinderen komen, dat zij de optie krijgen om een kinderbedje of een babybadje bij te boeken. Maar als het gaat om een groep volwassenen, die willen dat natuurlijk niet. Die hebben veel liever misschien een late check-out. Nou, behalve online valt er aan de balie of telefonisch ook nog van alles bij te boeken. Bijvoorbeeld receptionisten zouden bijvoorbeeld kunnen vragen of mensen een annuleringsverzekering willen of dat ze een lakenpakket willen. Vaak wordt dat door de drukte wordt dat vergeten, terwijl er nog best wel veel winst valt te behalen. Dus blijf hier scherp op en herinner je werknemers hier dan ook aan. Nou, dan bij aankomst. Ook een supergoed moment om nog wat extra dingen te gaan verkopen. Zo kan je mensen als ze aankomen een upgrade aanbieden qua accommodatie. Dus van in ieder geval een luxere accommodatie aanbieden. Het verrast, het zorgt voor extra omzet en het is altijd leuk om te doen. Wat ook een optie is, dat als mensen aankomen, dat je bij de receptie of bij een geautomatiseerde check-in cel, zoals je hier op het plaatje ziet, dat zie je toch steeds meer in hotels, dat je dan mensen vraagt of ze misschien willen bijboeken voor, of vast willen reserveren voor een plek in het restaurant 's avonds. Of dat ze de volgende ochtend misschien vast een ontbijtmandje willen hebben. Maak er niet een hele lijst van, want dat is misschien ook wel weer een beetje irritant. Dus bied 1 of 2 producten aan die jij op dat moment goed vindt passen. Nou, dan nog tijdens het verblijf. Als mensen helemaal geïnstalleerd en gesetteld zijn, kun je nog steeds extra dingen verkopen. Bijvoorbeeld, zorg dat je een overzicht maakt van alle dingen die er te doen zijn. Dit kan online of bijvoorbeeld in een magazine die je in alle accommodaties neerlegt. En zorg dan dat niet alleen de betaalde activiteiten erop staan, maar dat het juist 1 compleet overzicht is met zowel gratis als betaalde activiteiten van de dingen die er bij jou op het park of in de omgeving te doen zijn. Natuurlijk kunnen mensen dat, je wilt liefst dat mensen dat online gaan boeken, dus via de website, maar misschien ook via de chat of via de app. Via WhatsApp zou je nog zelfs kunnen proberen, maar ook via de balie moet dat gewoon kunnen. Nou, best wel veel dingen dus die je zou kunnen gaan doen. Tot slot wil ik nog 4 tips aan jullie geven om te vertellen waar je nou rekening mee moet houden als je zelf aan de slag wil gaan met up- en cross-selling. Nou, eerste tip, denk buiten je bedrijf. Dat maakt de opties veel groter, er zijn namelijk veel meer opties en je kan je onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. Het wil namelijk helemaal niet zeggen dat je alles in eigen beheer moet hebben. Dus de bakker bij jou uit de buurt, die wil waarschijnlijk heel graag voor jou die ontbijtjes op je vakantiepark organiseren. Er is dus van alles mogelijk. Een tweede tip is dat je moet zorgen voor relevant aanbod. Kijk naar je doelgroepen en naar de omgeving en kijk welke producten en diensten je goed bijpassen. Het heeft niet zoveel zin om met een hele lijst van irrelevante producten en diensten te komen. Dus als jij tijdens het boeken ziet dat iemand bijvoorbeeld jarig is tijdens die vakantie, bied dan eens een verjaardagsversiering aan. Zorg er ook voor dat je goedkoper bent dan lokale ondernemers. Dus als mensen bij jou voor €40 per week een fiets kunnen huren, maar bij de fietsenmaker op de hoek kan dat voor €25, dan voelt dat niet goed. Dan nog een hele belangrijke gaat over timing. Timing is key. Kies het juiste moment voor je bijverkoop. Als mensen in de winter hun zomervakantie aan het boeken zijn, dan zijn ze vaak nog niet bezig met wil ik dan een ontbijt of wil ik dan misschien 2 uurtjes tennissen. Zorg dus dat je de dingen die je wil bijverkopen, dat je die op verschillende momenten aanbiedt. Zo kan je tijdens het boeken best aan mensen vragen of ze een handdoekenpakket of een lakenpakket willen. Maar een week van tevoren zou je nog eens een keer een berichtje kunnen sturen en vragen aan mensen of ze een flesje wijn willen bij aankomst. Of dat ze misschien een late check-out willen. De dag van tevoren zou je zelfs nog kunnen vragen aan mensen of ze een krant willen elke dag voor de tent. Of dat ze misschien vast fietsen willen huren. Nou, dit is super mooi, maar automatisering is hierbij wel essentieel. Want met mensenkracht is het eigenlijk niet te doen om voor iedereen, voor elke gast, de juiste timing te realiseren. Dat is te kostbaar en te afhankelijk.
gelukkig zijn er inmiddels heel veel reserveringssystemen die op basis van aankomst- en vertrekdagen mails kunnen versturen. Zoals bijvoorbeeld die van Strateg of van Booking Experts. Dus zij helpen jou om de juiste producten en diensten op het juiste moment aan te bieden aan je gasten. Dan nog deze tip. Zorg dat je medewerkers ambassadeur zijn van jouw bedrijf. Medewerkers kunnen tijdens het verblijf van gasten namelijk nog heel veel dingen bijverkopen. Als zij enthousiast zijn en ze geloven dat het product echt goed is, dan zullen ze dat vaker aan de man brengen. Bijvoorbeeld iemand van het animatieteam, als die leuke dingen, nog dingen weet die leuk zijn om te doen op het park of in de omgeving, dan zullen ze die sneller aanbieden. Zorg dus dat zij op de hoogte zijn van de producten en diensten die jij aanbiedt. Tot slot nog even dit. De befaamde less is more. Dat was een leuk onderzoek van McKinsey waarin stond dat 70% van de aankopen die mensen doen gebaseerd zijn op hoe zij zich op dat moment voelen. Nou, dat is super belangrijk als je aan de slag wil gaan met verkooptechnieken als up- en cross-selling. Dat jij als ondernemer geld wil verdienen, dat is natuurlijk logisch, maar het mag niet de boventoon voeren. Als een gast het gevoel heeft dat er van alles wordt aangesmeerd, dan is hij waarschijnlijk niet blij en zal de kans kleiner zijn dat er allemaal extra producten gekocht worden. Dus gebruik up- en cross-selling vooral om waarde toe te voegen en om gasten blij te maken. Het moet een beetje uitgebalanceerd zijn, je moet er goed over nadenken, want anders kun je het net zo goed laten. Dit was wat ik jullie vandaag wilde vertellen. Ik wens jullie heel veel succes. Als je nog meer dingen wil weten of je hebt vragen, kijk dan gerust op zkavrij.nl met F-R-Y. Stuur even een mailtje en dan help ik jullie graag verder. Succes!